Zij was dus een koning en koningin. Ze heette Beatrix en Willem-Alexander. Op een dag wilde koningin Beatrix stoppen. Ze zei tegen Willem-Alexander, nu mag jij koning zijn. Maar op dat moment werden ze overvallen door mensen met bivakmutsen en zwarte kleren. Het alarm ging af. Wee, wee, wee! Voor de deur stond de politie al klaar. Maar het was eigenlijk niet nodig. Koningin Beatrix schreeuwde zo hard dat de overvallers wegrenden. Ah! Maar de overvallers worden gepakt en als straf worden ze gekieteld. Dan worden ze ontmaskerd. Het zijn Amalia, Alexia en Ariane. De prinsessen mochten de kroon opzetten bij Willem-Alexander. En ze leefden nog lang en gelukkig.